De bedoeling is dat mensen die minder mobiel zijn, daar hebben we over mensen die een beperking hebben en die wellicht wat ouder zijn. Maar we hebben het ook over mensen die een beperking hebben en die jong zijn en die in een van de locaties wonen. Bijvoorbeeld niet nu hier naast Careas, maar ook bij Essinea. Of dat die bij de Lichtenvoorde een woonplek hebben, dat die ook mee kunnen in dat vervoer. En dat die daar ook gebruik van kunnen maken. Wat betekent deze kaart voor Dinxperlo? Nou, een heleboel mensen in Dinxperlo die hebben zich daar al een aantal jaren druk om gemaakt. Die wilden heel graag zo'n kar hier hebben. Als ik zie hoe blij de mensen zijn dat nu eindelijk die ritjes gemaakt kunnen worden. En hoe enthousiast de ouderen zijn die erbij zitten en denken van zo, nou hoef ik niet door de regen te lopen. En als het nodig is, mag ik ergens naartoe gebracht worden. Nou, dat is natuurlijk een droom die uitkomt. We weten allemaal dat de Dinxperlose bevolking behoorlijk vergrijst. We weten ook dat de mobiliteit achteruit gaat en dat het voor veel mensen heel moeilijk is om met passend vervoer bij bekenden en vrienden, familie, maar of soms ook boodschappen doen. Heel simpele dingen ook. Om dat gewoon te kunnen doen, lopend wordt al helemaal moeilijk. Met een regiotaxi, dat is bijna ondoenlijk. Dus hebben wij gedacht, dit is een prima vervoermiddel wat tegen lage kosten inzetbaar is. U heeft net het eerste ritje gemaakt in de elektrocar. Ja. Hoe was het? Ja, een mooi ritje door Dinxperlo. We gingen hier meteen op de heelweg rechtsaf, door het centrum, over de Klinkers. En toen we terug naar het Dr. Jenny huis. Prachtig. Er zit volgens mij nog een tweede aan te komen. Ja, dat klopt. Daar heb ik net al iets aan gerefereerd. Dat heeft er ook mee te maken dat wij niet alleen voor de inwoners van Dinxperlo actief zullen zijn, maar ook voor Zuiderwiek. Dus wij willen graag de overburen ook een helpende hand aanbieden om de boodschap in Dinxperlo te kunnen doen, om over en weer, hè, landsgrenzen kennen we eigenlijk hier niet. De gemeenschap is een hechte gemeenschap en hebben veel kennissen, familie ook over en weer, zowel in Zuiderwiek als in Dinxperlo wonen. En daarin willen we in elk geval een rol in spelen door mensen bij elkaar te brengen.